Ja, ook uit de methode Lang Levende Liefde vond ik echt heel mooi 10 gouden regels. En die wil ik even van jullie voorlezen. Het zijn regels die handig zijn om in je hoofd te houden tijdens de lessen seksuele voorlichting. Ik vind het belangrijk om aandacht te besteden aan seksualiteit en dat soort dingen. Want dan weet je hoe het moet en dan ben je al een beetje voorbereid voor in het echte leven. Biologie? Maar het niet lichamelijke gedeelte, grenzen aangeven, wat doe je precies, wat voel je, onzekerheid. Nou, ik kan eigenlijk zeggen dat is misschien minstens zo belangrijk om daarover te praten met anderen. Om te horen van een docent, hoe kan ik daar het beste mee omgaan en met elkaar te praten en bij elkaar te raden te gaan. Hoe doe jij dat? Wat is normaal en moet ik dat handiger aanpakken? Dus die twee, dat lichamelijke aspect en dat niet lichamelijke aspect, ontzettend belangrijk om daarover te praten. Dus het gaat om kennis, maar het gaat ook om gevoelens. Ja. En hoe doe je de dingen? En waarom is het belangrijk om over grenzen te praten? Wie wilde wel eventjes een toelichting geven? Meis. Anders dan gebeuren dingen die je niet wil, hè? Dat is pijn. Ja, er kunnen dingen gebeuren die je niet wil. Dus het is natuurlijk heel belangrijk om aan te kunnen geven wat je wel en niet wil. Maar het is natuurlijk ook belangrijk eigenlijk om te kunnen zeggen wat je wel wil. De leuke dingen die we hebben over gehad zijn verliefdheid en de eerste keer. De eerste keer is niet echt leuk, maar... Ja, maar... Ja. Wij vinden het heel belangrijk dat de leerlingen ook hun eigen lichaam leren kennen. En ook gevoelens die bij seksualiteit horen, dat je die ook leert benoemen en dat het gewoon wordt om daarover te praten. Seksualiteit en media bespreken... Gender. Ik heb het ook veel met leerlingen bijvoorbeeld over dat al die dingen zoals hoe je je kleedt, hoe je je voelt, op wie je valt, wat je tussen je benen hebt, dat allemaal losse dingen zijn die los van elkaar iets anders kunnen zijn. Dus dat je je als hetero man ook vrouwelijk kunt kleden en dat soort dingen bespreken we ook in de klas. Ik val zelf op jongens en ik had... er niet heel erg veel op zich moeite mee om het te zeggen. Het is altijd natuurlijk in het begin een beetje zo van een geheimje. Ik heb eigenlijk van deze school 0 negatieve reacties gekregen erop. We hebben een leerlijn en die bestaat eigenlijk uit een aantal kernonderwerpen per leerjaar. En in de eerste klas is het thema eigenlijk vooral puberteit, veranderingen van het lichaam, verliefd zijn. Als je kijkt naar de leerlijnen in het eerste jaar, pakken we in de mentorlessen heel duidelijk het gender, homo, LHBTI. Rond Paarse Vrijdag, die informatie hebben we het dan over in de klas. Dat is ontzettend belangrijk. Hoe sta je erop? Wat doe je wel? Wat doe je niet online? Dat doen we in de mentorlessen. Het gaat dan over SOA's en over zwangerschap en hoe bescherm je je daartegen. Gewoon echt condoom omdoen om een plastic dildo en hoe werkt dat? Gewoon heel sec. Dus de mentor doet eigenlijk een afstemming met de biologiedocent. Kijken van, jij bent daar geëindigd. Oh, dan pak ik hem daar op. En dan gaan we meer verder op dat niet fysieke aspect. Eigenlijk houdt de biologieles in 4e leerjaar qua seksuele voorlichting op. Ja. Alleen dan geven we de bovenbouwmentoren echt de heel duidelijke richtlijnen mee. Doe het op een moment dat jij je lekker voelt met een klas. En behandel dan alsjeblieft nog die en die en die onderwerpen. En die liggen allemaal op het gebied ook weer van grenzen, dingen benoemen, allemaal over gedrag. Ik ben lid van de GSA omdat ik mensen wil helpen die hulp nodig hebben. Zodat ze zich gewoon goed voelen bij hun identiteit. Eigenlijk de grootste actie die we hebben gedaan was Paarse Vrijdag organiseren, zoals denk ik ook wel meerdere GSA's. Nou ja, het woord homo bijvoorbeeld of lesbo, dat zijn twee woorden die hoor je overal. Het is bijna gewoon normaal geworden dat mensen dat gebruiken als scheldwoord of hey homo of wat zie je er weer gay uit vandaag, dat. En daar ligt echt ons irritatiepuntje. Als school vinden wij het heel belangrijk om de sfeer te verbeteren, om de acceptatie en tolerantie van iedereen te vergroten. Die GSA zelf is een veilige omgeving voor de mensen die zich daarbij aansluiten. En met die mensen maken we het een veilige omgeving voor iedereen. Maar dat ik ook bij de vulva stilsta. Ik vind het heel belangrijk dat het genotaspect en zeker ook van de vrouw
wat meer bevrijd wordt. En dat is dus ook dat de leerlingen weten dat het normaal is om te genieten tijdens de seks. En ook een klein beetje hoe het dan werkt. Ik ga niet heel expliciet over bepaalde handelingen, maar wel van waar zit het gevoelige gedeelte. Dat opwarming in de zin van voorspel erg belangrijk is. Het belangrijkste is dat je een goede, gezonde schoolcoördinator hebt en dan een aantal docenten die zich echt met dat thema willen verbinden. Wij hadden een aantal van die docenten en die hebben zich er echt opgestort. Ja, en die zijn toen aan de slag gegaan met de langlevende liefde methode of lessen. Eigenlijk zitten we nu in de implementatiefase en worden die lessen, zoals die ook beschreven staan, worden op die manier ook gegeven. Dus zowel in de biologielessen door een aantal docenten als in de mentoruren. Het stuk staat op de website, we hebben artikelen in onze nieuwsbrief. En op ouderavonden wordt erover verteld. Als ik docenten tips zou moeten geven, dan zou ik zeggen, probeer het gat te dichten tussen de harde kennis van voorboedsmiddelen en SOA's en zwangerschap naar de ervaring. Dus spreek de beleving aan van leerlingen. Laat ze bijvoorbeeld een verhaal lezen over iemand die worstelt met zijn geaardheid, in plaats van dat je een discussie gaat voeren in de klas of vraagt wat vinden we van homo's. Dat zijn echt dooddoeners. In relatie tot de leerlingen leveren de lessen heel veel op. Want ik merk dat juist tijdens deze lessen er ontzettend de band met de leerlingen nog meer groeit. Je hebt ze echt beter leren kennen ook als mentor. Omdat je dat contact bent aangegaan. Ja, dus op het gebied van biseksualiteit of homoseksualiteit komen ze me ook wel eens even bedanken na de les.